De Autovrije Zondag bestaat al heel lang. Elk jaar laten steden in heel Europa auto's verdwijnen om mensen te laten verschijnen. En toch bestaan er nog altijd enkele hardnekkige clichés over deze vrolijke traditie. Tijd voor een factcheck. Je weet het zeker. Autovrij maakt mensen blij. Je hebt zelfs al uitgerekend hoeveel plaats er vrijkomt in jouw straat om te spelen, babbelen of gewoon lekker een boek te lezen in je strandstoel. Maar wat als je gemeentebestuur wat traag is van begrip of te weinig ambitie heeft? Kan je dan zelf voor een autovrije zondag zorgen? Wij gingen eens horen bij Marlies van Burgerbeweging Recht op Lucht. Dag Marlies, ik heb me laten vertellen dat jullie de Antwerpse Autovrije Zondag een pak groter hebben gemaakt. Ja, klopt. We hebben met Recht op Lucht in 50 straten onze Open Stratendag georganiseerd op Autoloze Zondag. En dat kan zomaar. We hebben tientallen buurtbewoners en straatcomité's samengebracht en het bestaande concept van speelstraat van Stad Antwerpen gebruikt om massaal op diezelfde dag, op Autovrije Zondag, een speelstraat aan te vragen. Samen sterk dus. Met een goed plan, veel buren en genoeg lef lukt het om de bal aan het rollen te brengen. En misschien ook om je gemeentebestuur een duwtje in de goede, autovrije richting te geven.